Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door AirUp. Upgrade je water. Met smaak door geur. Welkom bij Geen Eerste, Geen Laatste. De meest middelmatige show van het interwebs. Lieve mensen, ze zitten er gewoon weer. De heren, de bankzitters die het tegen elkaar opnemen in de strijd om die felbegeerde bokaal der middelmatigheid. Mooi. Ja, Koen. Mooi gezegd hoor. Ja. Je komt er steeds beter in, moet ik zeggen. Koen, ik moet zeggen, je hebt voor de epicinale heb je wel een leuk jasje aangetrokken. Ja, leuk. Ja. Leuke broek ook. Leuke broek ook. Ja, dankjewel. Heb je er zin in? Zeker. Goed hoor. Het is een belangrijke aflevering vandaag. Epische finale. Het is de epische finale. De epische finale. Maar er is nog ook van alles mogelijk. Want als ik de score er even bij pak. Koen, je hebt een beetje in te halen. 5 puntjes. Tuurlijk. Hetzelfde geldt voor jou, Raoul. 5 puntjes. Robbie, 6 puntjes. Met Mattie, 7 puntjes. En 1 iemand, die steekt er net een klein beetje bovenuit. Wie is dat dan? Hij glimt lekker. Daar zit hij, Milo. 8 punten. Ja! Ja, heren. Vandaag, de spanning is om te snijden. Ja, dat mag ik zeggen, ja. Maar jullie hebben ook weer fantastische opdrachten uitgevoerd, waar jullie van elkaar niet weten wat de uitkomst is. Laten we kijken naar de allereerste opdracht van deze week. Daar zijn we weer. Good morning! Heel veel koffie. Dit ziet er vrij leeg uit. Wat hebben we hier? Vandaag moet ik geen eerste of geen laatste worden met... Laat over precies 600 seconden een boer. Oké, dit is een opdracht die op mijn lijf geschreven is. Alleen ben ik heel slecht met 600 secondes. Dat wordt een probleem. Mag ik timen? In mijn hoofd. Het is een klokje, een schaakklok. Een schaakklokje, die moet ik hebben. Hier kan ik helemaal geen reet mee, joh. Of werkt het wel zo? 10 minuten. Ik denk nu dat ik het als best wil doen, maar ik wil het natuurlijk niet als best doen. Dit spel fokt met je hersenen, mensen. Laat je niet gek maken. Dit doe ik niet! Je moet gewoon een keer een boer laten! Oh! Dat is echt iets wat Roel zou doen, dat hij nu helemaal hier gaat zitten en gewoon 600 seconden telt gewoon. Zou het ook zo zijn dat op het moment dat ik bijvoorbeeld nu per ongeluk een boertje laat, dat het dan meteen klaar is? Ja. That's right. Ik kan dus mijn buik laten knollen, moet je opletten. Ja, dat is precies het geluid. Hoor je dat? Maar ik moet nu wel opletten dat ik nu niet per ongeluk een boer laat. POV is handicap te nemen. Zullen ze ook uit iemand die een vals spelen en op zijn horloge of op zijn telefoon kijken? Dat vind ik nu al niet eerlijk. Wacht, waarom pak ik niet gewoon mijn telefoon erbij? 36. 37. Dit zijn echt de moeilijkste 10 minuten uit mijn leven. Ik voel ik zou nu een boer kunnen laten. Als ik op straat loop, kan ik eigenlijk altijd wel een boer laten. Maar nu heb ik dat helemaal niet. Dat is gek eigenlijk. Ik zou hem nu denk niet eens kunnen laten. Ik moet gewoon een boertje een beetje op gaan sparen. Ik moet langzaam even die keel beginnen zo. Even de luchtwegen open. Godverdomme! Oh, Jezus Christus, man! Nee, ik denk wel dat het is! Ga maar denken dan! Oei, oei, oei! Je hebt je vader niet, hè? Dankjewel, hè? Nee, niet mijn klant! Ik zit mijn vader, blijf maar weg! Oh, doe rustig! Ben je me vergeten? Nee, ben je niet meer! Nee! Blijf maar wel, hè! Ik heb me gedroomd! Nee, hoop me gedroomd! Ja! Ik hoop een lekkere nachtmerrie! Het was een seksdroom! Ja, lekker! Vond je lekker? Ja, heerlijk! Ja, wil je nog een keer dan? Nee! Nee, kan wel! Ik telde ook niet eens, dus dat was helemaal niet nodig om uit de focus te halen. Ik doe het toch op gevoel. Ik kan nu net zo goed stoppen met tellen. Oh. Heel het weekend ben ik weg geweest. Heb ik Stef Stumpiloot gespeeld met mijn vrienden. Hele tijd aan deze man gedacht. Komt die nachtmerrie nog binnenlopen ook? Ik zeg me helemaal de tyfus. Oh mijn god. Ik weet bij Stef ook nooit of hij echt is of niet. Ja, nu wordt het wel lastig. Oké. Okay. Had helemaal geen kleren aan. Net zoals in mijn seksdroom. Maar nu moet ik wel precies op 10 minuten. Aangezien nu niemand waarschijnlijk. Waarschijnlijk is hij bij iedereen binnengekomen. Want ik denk dat iedereen niet zo dol. Oeh, voor een boer opkomen. In slikker die handel. Hoe kan ik op een manier achter de tijd komen? Op dit moment zijn er 7 minuten en 15 seconden. 2:37, 2:38, 2:39. Goedemiddag. 240. Ah, wat is dit nou even onzin hier? Wat zijn we nou aan het doen hier? Ja, ik ben even aan het tellen. Het gaat goed, hoor. Wat krijgen we nou? Wat is dit? Alsjeblieft. Oh! Oh! Wat kan ik zeggen? Ik vind het heel erg als ik even niet kijk. Ik ben me aan het concentreren. Wat gaan we doen? Ik weet niet of mijn vriendin het heel leuk gaat vinden. Ik wel. Kijk naar 7-Up. Altijd glas. Welk slokje? Oké, Jezus Christus, ik schreef me de tyfus. Wel helemaal op, hè? Ja, komt goed. Ik denk dat het hiermee wel gaat lukken. Er komt een orkaantje aan, let op. Fuck.
Shit, hij komt. Ik kan hem nu ook niet meer inhouden. Oeh, ik wil hem nog niet laten. Als het bij iedereen op hetzelfde moment komt en ik laat hem nu meteen, ja, dan ben ik dus eerste. Dit is kapot moeilijk nu. Jezus man, dit is echt een bittere pil. Oh, kut. Slik het in. Ik ga zo er echt op ploffen met een boer, dat is niet normaal, jongen. Oh, hij begint te branden, jongens. Ik denk dat ik niet heel lang meer heb. Ik voel me ook helemaal opkomen, maar ik mag nog niet boeren. Want ik moet nog wachten. Oh, nog 10 seconden. Yes! Ik tel af van een minuut en dan laat ik hem. 597. 3, 2, 1. Jezus, wat een teleurstelling. Ik kon hem echt niet meer ophouden. Godverdorie, wat heb ik de afgelopen 10 minuten meegemaakt? Ik hoop maar dat het 10 minuten was en geen 3 minuten. Lekker rommel. Kijk die camera en je laat hem dus op precies 10 minuten. Luister, wat ik dus dacht dat de challenge was, is dat die 10 minuten, dus die 600 seconden, dat een eikpunt was. Dus als één iemand precies op 600 seconden deed en twee eronder en twee erboven, dan zat diegene in het midden en dan win je dus. En wat als diegene dus dat niet deed? Wat? Ik dacht gewoon, we laten alle vijf een boer en er staat een tijd, omdat het bij die tijd een soort van dat je niet een uur lang gaat wachten. Dus dat er een soort van is van je moet ongeveer na 10 minuten. Dat dacht ik dus ook, dat je gewoon vijf mensen en dan gewoon hebt. De middelste die een boer laat, die wint. Maar dus daarom heb ik voor mijn gevoel op precies 10 minuten een boer gelaten. Maar ik kwam er daarna dus achter dat het er dus om gaat, dat zeg maar, je wint de dus. Afstand, zeg maar dan. Ja. En dan word je dus eerste, dat moet niet. Nee, dat is wel echt hoe het echt elke aflevering gaat. Ja, maar dat was voor mij niet duidelijk hier. Oké, maar dat ligt echt aan jezelf. De rest weet ook nog niet welke tijd diegene heeft. En jullie kregen weer een leuk bezoek. Ja. Hij komt er niet weer. Als hij weer komt, dan stop ik er echt mee, hoor. Nee. In ieder geval, voor nu... wacht even. We gaan nergens heen. Wacht even. Ik heb het kaartje niet met de tijden. Heeft iemand die tijden? Heeft iemand die tijden? Die kaartje? Dit is een ek. Ah, ik zie hem al staan! Ik zie hem al staan! Jongen. Jullie zijn wel top marathonlopers, man. Godzijmijne. Moet je licht aanzetten, hè? Hey. Ah, rustig, vriend. Alles goed, jongen. Ja, jongen. Goed met je hand. Ja, lekker. Goed, goed met jou. Ja, goed, rustig. Ja, mooi zo, jongen. Steffi. Hij hem durf ik niet. Hey, man. Hey. Stef. Ik heb wel leuks voor jullie. Oh. Jongen, wat een sukkels, hè. God, nu. Ik ben erg blij dat je er bent, Stef. Ja, toch wel. Ze hadden jou als eerste gevraagd als presentator. En toen kon jij niet, schijn. Ik heb wel meer dingen te doen. Dat is wel de snelste, hè? Dat is, nou ja, niet in dit spel werkt het dus net anders. Het is zeg maar, dus je hebt de snelste en je hebt degene die dus het dichtste, want ze werden dan gezegd 600 seconden, dan zit hij er dus het dichtst bij. Zo. En dan is de ander, die zit er dan tussenin. Het gaat om het gemiddelde. Dan is hij de winnaar. Nee. Nee, ook niet. Nee. Dat had hij niet verwacht. Dan heb je dus drie mensen die er dus nog tussen zitten. Want die één is er dichtstbij. Dat is heel duidelijk. Die zit er dit. Dat deze is eigenlijk het beste. In dit geval. Dit is Robbie. Oh. Oh, wacht Jij even. Jij bent niet de beste. Slap, slap. Ik doe zo meteen de puntentelling nog een keer. Dan weten jullie wat de echte puntentelling is. Dus... Nee, wacht, we wachten nog heel even. Zal ik eens even de tijden opnoemen? Nee. Dat is helemaal niet. Ook niet, hè? Nou, weet je wat? Nee, maar ik vind dit helemaal leuk, maar we moeten heel even wachten op de zon. Stef, yes. Ik ben blij dat jij de cijfers bij de hand hebt. Ze noemen jou ook wel eens de man van de cijfers. Verlegen. Stef, wat is jouw bodycount? Stef, waarom heb je geen kleren aan? Je hoeft niet op alles te reageren wat nee, ze zeggen. Nee, maar dat doe ik ook niet, joh. Dus je zit enorm in hun hart. Dat is zeker wat zeker is. Heel diep, hè? Ja, zullen we maar beginnen dan? 8:34 voor Matty. Oh, 34. 8:37. Milo. 9:53. Koen. Ja, dat is niet goed. Dat is heel slecht. Dat is heel slecht. Kut, ik denk, ik heb het net voor mezelf uitgelegd. 9:08, Robbie. Goed zo, jongen. Raoul. 9:03. Ja, ik weet niet wat nu het beste is. Dat is Roel middelste, denk ik. Roel het middelste, volgens mij, man.
Ben ik middelste? Ik zal even ook de puntentelling erbij pakken om het iets eenvoudiger te maken. Koen, jij was de eerste eigenlijk die het dichtst bij zat. Dus je hebt de eerste plaats. 0 punten. Matti, ja. Jij zat er in. Dat schermpje is bijna goed. Matti, helaas, jij dus ook 0 punten. Dat was de vroege kant, ja. Jammer, jongen. Jammer. Ja. Helaas, maar het zat zo ontzettend dicht bij elkaar. Dit kan een breekmomentje zijn, hè? Sorry, oh. Was dit te vroeg of te laat? Deze was net wel goed, maar net niet goed genoeg. Je hebt 1 punt. 1 puntje waard, ja, oké. En Robbie, je hebt ook maar 1 punt. Ja, ik vind het prima. We hebben 1 winnaar en dat is Raoul. Die goed, zat er he? Precies tussenin met 9 minuten en 3 seconden. Dankjewel, ja. Dankjewel. Ja. Dan heb ik toch ergens een minuut geskipt met Tellimo. Kunnen jullie allemaal automatisch een boer laten? Ja. Automatisch? Jij ook? Nee. Stef? Nee. Nee? Nee. Je bent een scheet, toch, Stef? Nee, doe. Wil je even ruiken? Nee. Stef, ik ben heel blij dat jij er was. En dat jij... Was. Ja. Ik ga naar was. Jij gaat naar was. Alsjeblieft. Hey, Stef, tot de volgende keer. Stef, dankjewel, later, hè. Hey, later, hè. Later, Stef. Dankjewel. Leuk, Stef. De puntentelling is als volgt. Op dit moment, om de spanning te doen laten stijgen... Koen, nog steeds... 5 punten. Raoul, ja. Jij stijgt. Met 2 punten. 7 punten in totaal. En daarmee sta je gelijk met Robbie en Matti. Allebei ook 7 punten. Zo. En nog steeds bovenaan... Hij is weg. Hij is loose. Milo. Die hou je nooit meer in. Hoppa. Die haal je nooit meer in. Zijn zijn legendarische woorden. Maar we hebben nog een opdracht voor de boeg. Een live opdracht. Dit moet nu wel poep zijn. Nee, dat is Stijn. Oh, dat is Stijn. Wist je dat jij wat een beetje op het rol lijkt? Wat, sorry? Nee, ik slaap me. Jullie gaan poep eten. Nou, welkom. Jongen. Lieve mannen, jullie hebben allemaal een bord voor jullie met iets smaakvols. Oh, nee. Til jullie die plaat maar omhoog. Oh mijn god, wat dan? Wat dan? Ik dacht dat het heel smerig, maar het is echt smaakvol. Wat dan? Oh, er valt er een. Dit heeft hij echt zo snel op, dat is niet normaal. Ga ik dus niet doen, want dan ben ik eerste. Leuk dat je het zegt, maar de opdracht is simpel. Jullie krijgen wel geteld 30 seconden om de marshmallows in jullie mond te stoppen. Maar ja, zo kun je natuurlijk bij elkaar afkijken hoeveel iedereen erop heeft. Ja. Daarom heb ik voor iedereen... Dan moet je de lamp aan doen. Maar het gaat niet om eten, toch? Het gaat om Chubby Bunny, of? Maar als je hem doorslikt, telt hij dan? Jullie mogen doorslikken, alleen in je mond houden. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, start. Ja, ze hebben een paar woord lekker, hoor. Voor jou! Wat doe jij? Ja, je zit in mijn stoel! Helemaal niet. Oh. Mijn stoel. Au! Vijf, vier, drie, 2, 1, stop de tijd. Laat de blinddoek af. Ik was vergeten wie ernaast me stond. Dat was een heel duur jasje zeker. We maken het makkelijk. Maar dat was echt goor. Ja, ik wist niet dat jij er stond. Ik dacht dat Milo er stond. Ja, hij spuugt die dingen uit op mijn kleding. Oh nee, het jasje wat je over je aflevering aan hebt. Vreselijk. Die is al afgeschreven toch inmiddels. Jullie hebben je best gedaan. Volgens mij heb jij er de meeste daadwerkelijk doorgeslikt. Jij hebt er nog een aantal in je mond. We houden het simpel. We gaan gewoon de borden pakken en die ga ik tellen. De jury heeft jullie spekjes geteld. Telden die twee van hem ook mee of niet? En dan niet de spekjes die op de grond zijn gevallen. Niet de spekjes die in jullie mond zijn gestopt. Maar de spekjes die nog overbleven op de schaal. En daar is een stand uitgekomen. Er werd flink gesaboteerd aan mijn rechterzijde, had ik het idee. Maar goed, we gaan het terugzien in de cijfers. Voor Raoul, 65 spekjes. Ja, ik weet niet of dat veel of weinig is. Dat weten we nog niet. 65 lager nog op die schaal, dat vind ik heel veel. Ja, dat vind ik ook veel, man. Hoe lager, veel minder. Ja. Is het laag, is het hoog? We zullen het nu weten. Milo? Ja. 66. Oh. Ja, maar ja. Ik lach nu, maar stel dat is het meeste. Ja, dat weet je. Het voelt als veel, hè, 66. Het voelt als heel veel. Zo, ik heb het meeste. Visueel hadden wij er weinig. Maar ik heb er bij jou best wat weggegooid. Ja. Ik heb bij Milo echt fucking veel weggegooid. Dus betekent dat Rob bij mij heeft weggegooid. Heb je lopen saboteren? Ik heb jou niet aangelegd, vriend. Ja, aan de andere kant, ik heb heel veel bij Koen bijgelegd. Dus dat zou best wel eens hoog kunnen. Oh, jij bent een teringleier. Nou, we kijken even naar Koen. Koen, jij had nog 80 spekjes. Lekker! Kom op, hier kan ik precies induiken in dit gat. Lekker, dan zit ik nu in het midden. Stelletje honden. Nog eentje erboven, eentje eronder, dan zit ik goed. Maar het ligt allemaal verrekte dicht bij elkaar. Want ja, Robbie,
79 spekjes. Oh, dat kun je dan! Ik zou boem in kan duiken. Kom ja, dan. Het is pijnlijk. Maar ja, we missen nog één aantal. 89. Matti. 68 spekjes. Boem! Nee, dit is weer in het midden. Jawel. En dan gaat die toch nog naar de top hebben het einde. De meest middelmatige speketer van ons land. Matti, twee punten. Wat een move om op zijn bord te leggen. Milo, jij krijgt één punt erbij. Prima. En Marco, Robby ook nog één punt erbij. Koen en Roel, au, nul punten. Hoe kan dat? Ik heb er zoveel weggejaagd met Milo. Zij snappen het spel voor mij. Die worden zo vaak laatst, zei ik. Die zijn letterlijk altijd laatst. Ik heb op het einde heb ik nog die hap genomen. Anders had ik... Was het wel lekker? Dat is wel belangrijk. Ja, ze waren prima. Jongens, dit is een spannend moment. De tussenstand. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Dit is de stand waarmee wij de finale ingaan. Onderaan, Koen. Vijf puntjes. Vijf punten. Voor mij had ik al letterlijk de aflevering 1 al. Ja, vier afleveringen, elke keer drie opdrachten, vijf schamele punten. Ben je als ik de eerste of het middelste geweest? Nee. Geen één keer. Er kan nog van alles gebeuren. Ja, nou, ja. Raoul, 7 punten. Ik weet niet of ik daarmee kan redden. Voor Robby, 8 punten. Hup, 8. Matti, 9 punten. Doe ik het niet voor, hoor. En nog steeds bovenaan Milo ja. met 10 punten. Ja, ja. Goed zeg. Goed hoor. Ja. Lekker. Besef, dan kan ik dus niet meer winnen. Nee, al win ik de volgende, het beste wat kan is dat ik gedeeld laatste word. Laatste ronde, laatste kansen. Zijn jullie er klaar voor? Wat ben je lekker enthousiast? Ik heb er zin in. Ja, wij ook. Waarom neem je het voort zo graag? Ja, je gaat wel heel hard van stapel. De boerderij is echt heel ding. De boerderij. Hallo, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb het leuk voor jullie. Oh god, wat meet u niet? Oh. Verstop je voor tieners. Bent u tieners? Jongens, ik heb gelijk als in... Het kan natuurlijk twee kanten op. Een olifant of een neushoorn? Nee, maar het kan natuurlijk zijn verstop voor tieners. Wie zich dan als eerst verstopt heeft dus 0 punten. En als laatst verstopt. Of is het wie als eerst de laatste gewonnen wordt? En wie is tieners eigenlijk? Tieners. Ik denk dat tieners geen mens is. Ik denk dat tieners misschien een robothond is. Oh, een gemotoriseerde hond. Dat denk ik, ja. Dat zou kunnen. Of een kip. Oh, dat je girl een tieners. Hey! Shidagu! Oh my god, wat een vechtershond. Voor mij is dat geen robot. Goedemorgen! Hey. Ja. Maak jij mijn vrienden, kan die jou dadelijk mooi als eerste vinden. Ik ben dus bang dat ik weer heel snel gevonden ga worden. Want jullie zeggen dat ik stink. Ja. Is dat in mijn voordeel of nadeel? Ik denk dat die hond liefst uit je buurt blijft. Ja, ik denk dat jij hem zelfs laatst gevonden wordt, maar dan heb je zeg maar ook 0 punten. Als ik gewoon in het midden zou gaan staan, en dat hij dan misschien als derde keer toch denkt, nou dan nu pak ik hem nog maar even. Dat zou eigenlijk ideaal zijn. Zo, ik heb echt geen tempo vandaag. Jongen. Hey Rob. Hey, kijk, wat dan als ik gewoon bij jou blijf en jou zo volhoud? Dan ben je altijd eerder gevonden dan ik, dan heb ik sowieso een punt. Ja, het is allemaal best. Ik had echt een goede plek. En toen dacht ik me daarna, als je dus als laatste gevonden heb je niks aan. Nee. Dat is best wel lastig met verstoppen. Je moet zeg maar een medium plek hebben. Ja, gewoon eigenlijk net. Ja. Maar ik moet ook een scheetje laten, is dat in mijn voor- of nadeel? Ik heb hem al gelaten. Shit! Dit is toch fantastisch. Au. Ik kan hier alleen niet verstoppen. Mijn tactiek is, ik ga Milo zoeken en dan ga ik gewoon achter Milo zitten. Dan heb ik 1 punt, prima. Als die Daku hier ziet zitten, maar hij denkt, geen zin in die gast, loopt hij toch gewoon door? Ja, dat denk ik ook. Zo, hier ruikt het heerlijk. Hey! Ben jij pannenkoek aan het maken? Ja, dit is kaas snijden. Oh, gadverdamme. Oh mijn god, neem er één mee. Geef aan die Daku. Ja. Hé, hey, wat doe jij nou hier? Hoe kom je daar nou weer aan? Wat? Hoe kom je daar nou weer aan? Waarom? Hey, waarom zijn we hier met z'n vieren? Wegwezen hier. Ik was hier als allereerste man. Ik ga maar hier zitten. Ik wil hier eigenlijk... Ik ben hier al. Ik val hier niet op. Nee, ik ben hier al. Had je mee in moeten zijn, jongen? Later, ga weg. Of flikkeren. Wat zou je dit nou? Ga jij nou weer doen? Wegwezen hier. Mag ik achter jou zitten? Dan word ik als tweede gevonden. Nee. Dat gaan we niet doen. Ik ga me gewoon lekker opzouten. Oh, zo! Hallo? Zou ik een stukje kaas mogen? Ja, zeker. Mag ik een plakkie? Ja hoor. Super, dankjewel.
Rome. Je moet eens denken als een gemiddelde hond. Waar gaat een hond snel heen? Ik denk dat die hond ook gezien heeft dat iedereen die kant op is gelopen. Dus ik loop nu die kant op. Als ik dat te goed doe, word ik dus eerste. Ik ga gewoon zitten alsof ik, ik heb helemaal geen tactiek. Hoe moet je nou ook zorgen dat je als derde gevonden wordt met een stoppertje? Oké, ik moet even een plek vinden. Ik heb hier een plakje kaas. Die leg ik hier neer voor de dagoe. Hé, een varken. Oh mijn god, niet meteen kijken. Maar ik heb Milo gevonden. Geniaal! Geniaal! Hi, kom dan. Mensen, ik zie hier een soort grote nucleaire kernreactor. Oh mijn god, dit wordt mijn plek. Jezus. Ben ik nou weer beland? Hallo! Oké, mensen, ik zit. Ik mag van nu niet meer bewegen. Ik zit in een kernreactor. Als dit ontploft, krijgen mijn kinderen bulten. Goed, dat zie ik dan wel weer. Ik vind dit wel eens een heel goed plekje. Dit is een soort van best goed. Maar ook nog wat te doen voor die hond. Kijk eens even hier bij die hooibalen. Ja, met echt verstoppertje zou ik hier nooit heen lopen. Maar ja, ik moet derde worden. Oh, daar ging die. Ik zie nu pas dat het echt wel een vrij matige plek is. Maar goed, ik heb nu niet heel veel keuze meer. Oké, ik weet het. Ik ga gebruik maken van mijn beschutting. Ik ben groen, dus ik ga tussen het groen. Snap je? Kijk, soort van, kijk, het is een dier, het is geen mens. Hij denkt anders. Hij leeft het anders. Kijk, gewoon zo. Tuurlijk ben ik zichtbaar, maar hij vindt die paardjes leuk. Wacht eens even. Ik heb nog een beter idee. Wat als ik onder deze kruiwagen ga liggen? Zou dat te goed zijn? Daar ben ik een beetje bang voor. Was ik daar al in? Ja, dit is goed. Dit is echt goed. Die hond vindt me nooit. Die hond vindt me helemaal nooit. Achter de kruiwagen. Yo! Dit is een beetje de situatie. Ik pas niet helemaal onder die kruiwagen. Daar ben ik te groot voor. Maar ik vind het helemaal geen onaardige plek. Nu ik hier trouwens lig, ruik ik dat het wel degelijk echt dingen zijn. Ik zie hier allemaal paprika's hangen. Tomaten. Dus ik zit hier tussen allerlei geuren en kleuren en dingen. Die natuurlijk mijn eigen geur behoorlijk verstoren. Ik zit achter een boom. Redelijk makkelijke verstopplek. Maar wel ver in het speelveld. Ik heb er vertrouwen in dat ik niet als eerste gevonden ga worden. En niet als laatste gevonden ga worden. En aangezien dat het concept is van deze spelshow. Gaat het helemaal goed komen. Ja, dit is niet mijn opdracht. Ik word namelijk nooit gevonden. Nee, ik zei al, ik ga gewoon heel overduidelijk in het speelveld zitten, maar wel achteraan. Zodat als hij een beetje rondloopt, dan ben ik wel te zien. Ja, dat is dus het ding met die hond. Die snapt zeg maar niet dat het verstoppertje is. Dus hij kan je wel zien van een afstand, maar dan weet hij niet, oh, die moet ik vinden. Nou, die hond die had echt heel weinig door. Die snapte er echt geen kut van. Hij was echt, sorry dat ik het zeg, maar echt een domme hond. Het was echt een hele domme hond. Ik hoor het niet door de piep die er doorheen komt. Ik hoor het niet door de piep die er doorheen komt. Dat het een domme hond was. Ik hoor het nog steeds niet. Ja. Thuis ook niet, volgens mij. Wat is jullie verwachting? Wie was het snelst gevonden? Nou, je zou zeggen Roel. Maar inderdaad, een hond weet niet wat hij moet zoeken. Ja, een hond snapt niet dat hij moet zoeken. Dan Milo, want Milo heeft de sterkste geur. Ik zou zeggen Milo. Ik zat wel tussen allemaal andere geuren en kleuren. Ja, maar hoe erg ruikt een paprika? Gigantisch erg. Die geur van een paprika. Heb je de nieuwe erge paprika dan nooit gehad? Nee, ik heb nog niet gehad. Maar het is toch, wij gingen met z'n vieren één kant op en Matt de andere kant op. Ik zit echt bizar goed. Dus Matt is wel goed. Dus Matt kan zomaar als laatst gevonden worden als die hond de andere kant op loopt. Of eerste juist. Of eerste. Of laatste. We zullen het zien. Je zou het niet zeggen, maar ook deze laatste aflevering wordt gesponsord door Airup. Je hebt tijdens alle afleveringen al heel veel water door je geurpot naar binnen geknald. Als dat meer dan 5 liter is, dan begint die een beetje smaak te verliezen. Dus dan is dit het moment om naar Airup te gaan en nieuwe geurpots te kopen. En als je geen genoeg kan krijgen van onze vrienden van Airup, volg ze dan ook even op YouTube en Spotify, waar ze onder andere een superleuke podcast hebben waar wij binnenkort ook te gast zijn. Ik acht de kans dat een hond als eerste naar een kernreactor gaat heel klein. Maar als derde lijkt het me vrij logisch. Ik moet hem eigenlijk wel snel op hebben voordat die hond komt. Geen probleem! Dit is hoe de allergoorste ransaap van Nederland zijn eten opeet. Kut, daar loopt hij. Die hond loopt gewoon voorbij. Ik zweer, loopt... Wat een blinde hond. Hij loopt hier gewoon voorbij. Daar loopt hij. Kut. Loop door. Nee, Tinus! Nee, ja. Tinus! Ja, jongen! Ga je, maat? Nee! Shit! Ik heb het gevoel dat ik de eerste ben. Nee! Tinus, ik heb niet goed genoeg verstopt voor jou. Je bent beter dan ik dacht. Ik had helemaal onder die kruiwagen moeten gaan liggen, maar ik dacht, dan vindt hij me sowieso als laatst. Nee! Nee! Oei, oei, oei. Ik moest derde worden, had ik nog de eerste plek van Mido af kunnen pakken, maar nu pak ik niks. Die heb je helaas niet. Wat een rothond. Waardeloze plek. Nou ja, daar blijven er nog steeds 4 over. Waaronder? Waaronder degene die nog heel veel punten moet halen. Inderdaad, ja. Laten we verder kijken.
Ik moet echt verschrikkelijk nodig schuiten. Dat kan ik altijd nog in mijn voordeel gebruiken als het dadelijk op een gegeven moment lang duurt. Hop ik er gewoon zo'n drol uit en dan komt dat beest natuurlijk meteen deze kant op. Bizar veel poep. Kijk nou hoeveel stront. Ik heb gekeken om het hoekje en ik zag niks. Dat is een goed teken. Dat betekent dat de hond sowieso weg is. Maar dat de hond in ieder geval zeker niet naar mij op zoek is. Het is eigenlijk een soort jachtseizoen, maar dan met een jachthond. Al vond ik Tine ook weer niet de type jachthond. Zo. What the fuck? Dat is die pauw of zo. Maar het probleem is een beetje dat zij bij elkaar zitten. Ik ben bang dat zij alle vier gevonden worden, dat ik alsnog laatste ben. Hey, konijn, kom. Wat gebeurde daar? Oh mijn god. Ineens die hond! Hoe kan dit nou? Ik zie die konijnen ineens wegsprinten. Ik denk, wat gebeurt hier? Ik film die konijnen. Maar het kan haast niet dat ik als eerste gevonden ben. Daar ben ik blij mee. Kom, haast zo jammer. Dat je in de laatste opdracht ook niet toch een keertje middels weg geworden. Ik heb geen één keer twee punten gepakt in deze hele serie. Het is wel een hele gemiddelde score, maar net niet wat we zoeken. Ik had ook een roze pak, hè? Ja. Dat moet. Dat ligt maar goed. We hebben nog meer gemiddelde mensen die nog strijden voor die plek. Dit is een belangrijke plek, hè, dit. Wie wordt er nu gevonden? Inmiddels begint het zonnetje een beetje te schijnen. Kijk, zo tussen de blaadjes door. Ja, dat is een mooi plaatje wat ik hier heb. Kijk nou. Oh, dit is niet normaal. Dit is een soort b-roll shot, puur natuur. Oh, eerst dit shot de edit niet haalt. Dan kom ik je opzoeken. Ik hoop zo erg dat de ouders die hier komen niet denken dat ik een pedofiel ben verstopt in de bosjes van de kinderboerderij. Maar het ziet er wel naar uit. Hé, hey, het is gewoon een pedofiel. Maar het ziet er wel naar uit. Lokroep. Shoddy. Oh, als je dit had geweten. Ik wil het nou niet vinden. Ja. Dan zit ik hier. En dan een muf stinkhok. Ja, ik moet echt gevonden worden, man. Ik ben sowieso niet eerst. Kom maar, daar moet je. Kom maar. Hey, vriend. Ja, ja man. Dat was nergens leuk, maar leuk. Ik denk echt dat dit de perfecte tactiek was. Ik had het idee, na een minuutje of 20 ga ik gewoon fluiten. En dan ga ik hem op die manier lokken. Ik heb hier een beetje om me heen gespuugd, zodat hij me rookt. En ik denk dat het best wel uitbetaald heeft. En of het uitbetaald heeft. Twee punten. Goed zo, man. Ja. Wacht even, dan zit je nu. Stel, ik word nu laatst gevonden, hebben we evenveel. Staan we gelijk, vriend. Jezus, man. Oh, dan moet ik nu gevonden worden. Maar jij hebt wel goed nieuws. Ja, Roer nooit gevonden. Dat scheelt. Shit, daar ga ik. Vanochtend ben ik daar weggegaan. Dat zal wel goed gekomen zijn. Het is een close call. Maar ja, we gaan eerst even kijken wie die close call wint. Ik hoor helemaal aan de andere kant van de boerderij. Hoor ik ook. Dan heeft hij waarschijnlijk of iemand gevonden of hij is geil. Je weet namelijk van mezelf, als ik geil ben, dan blaf ik ook alles onder. Punchline. Ja, die is raak. Die is bij mij in de buurt hoor. Nee. Ja! Nee! Ja! Wint dat jongen! Wint dat jongen! Ja, dit jongen die serie daar. Oh, de jammer dan. Hij wint nooit iets. Oh. Yes. Milo. Ongekend hoe hij dat doet. Wint nooit iets, verliest misschien nooit iets. Maar misschien is hij wel de meest gemiddelde man van ons land. En zo is het. Zo is het net, jongens, als jullie dat maar weten. Nou, dat is iets om trots op te zijn. Als jullie dat maar weten, vanaf aflevering 1, hè. Ja. En ik heb jullie gezien, waar is mijn camera? Team Milo, in de comments. Vanaf aflevering 1, 2, 3, ik heb support gevoeld. En ik betaal jullie terug. One love. Om toch even inzicht te geven in het algemeen klassement. Hoe we zijn geëindigd. Koen, 6 punten. Raoul, 7 punten. Matty, 9 punten. Robby, 10 punten. En Milo, de koning van Gergel. Daar is hij. 11 punten. Maar echte winnaars verdienen natuurlijk een prijs. Ja, dat vind een ik ook, ja. Bokaal. 10.000 euro. Oh, wow. Deze prachtige, geen eerste, geen laatste winnaarsbokaal. Wow. Maar ja, die geef ik natuurlijk niet hier. Die wil ik overhandigen op een echt winnaarspodium. Ja, dat vind ik terecht. Mag ik met jullie mee even zitten? Nee, we hoeven toch mee? Ja, natuurlijk. Nee, gewoon mee. Nee, je moet je vrienden ook in. Kom nou. Jij ook. Hij vindt het zelf ook zo vet. Ja, leuk, tuurlijk. Kom mee. Zo gaaf. Heren. Ga lekker voor de blokken staan. Wat heb ik hier bizar weinig zin in. Ja, ik laat jullie even voor me uitlopen, jongens. Op nummer 1 komt zometeen te staan. Wie zou dat zijn? Vertel dat eens. Wie is dat? Milo. Ik dacht het al. Op nummer 2. Ik weet aan jou crème te danken. Ja. Shout-out naar jou. Dat je 0 punten. Nummer 2. Oh, ja. Ah, niet onverdienstelijk. Robby. Net niet, hè. Eerste verliezer. Op nummer 3, Matty. Hij wist het al. Goed gedaan. Op nummer 4, Raoul. Hoppa, niet laatste.
En Koen, nummer 5. Ja, ga je even echt niet verklappen. Jongens, ja, trek de doeken er maar af en ga lekker op jullie positie staan. Boom! Hij wint hem gewoon de hele serie, nummer 3. Dat dacht jij, dat dacht jij, dat dacht jij natuurlijk. Boom! I'm built different. Dit zou niet goed. Die pakt hem en dan gaat het toch weer met die van. Dit staat niet goed. Ja. Nummer 1 is altijd hoog. Hoe kun jij hier niet aan gedacht hebben? Zo vieren. Ga even staan op die lage treetje naar beneden. Ik wil er helemaal niet aan. Dit is een grap. Hij is de meest middelmatige middelmatige. Middelmatige, hij slaat weer toe. Nee, dit is wel een grap. Milo. Ik heb gewoon gewonnen! Zoals dat gaat hier bij Gechel. Geen eerste, geen laatste. Nee. Ja, je was heel gemiddeld bezig. Dit is zoveel mooier dan zelf winnen. Maar ja, maar er kan er maar één. Op het allerlaatste moment de meest gemiddelde score bereiken. En dat is toch echt... Matti, gefeliciteerd. Doordat jij gewoon niet gevonden bent met die hond. Met deze prachtige hond. Die is zo mooi en zwaar. Die heb ik echt hard verdiend. Oh, man. Besef dat ik bij allebei deze uitkomsten allebei laatste ben. De ene juicht van geluk. En de andere huilt van verdriet. Want ja... Jij een loser, hè? Jij bent de grootste loser. Dit is zo'n bullshit. Klein applaus, jongens, voor de enige echte winnaar. Ja, dat is een middelmatige show. Ja, lieve mensen, dat krijg je van een hele middelmatige show met hele middelmatige mensen. En toch, ja, ik geniet hiervan. Ik hoop dat jij hebt genoten van deze show. En dank je wel voor het kijken. En tot een volgende keer. Ik heb een juichcompilatie van Milo. Op elke manier zit een kutdag. Ik heb zoveel prijzen in de wacht gesleten. Deze kan er toch ook alweer bij, hoor. Wat een loser. Wat een loser. Ik heb toch al die spellen gewonnen? Ik heb al die spellen het best gedaan. Oké. Maar even niet meteen kijken, maar wie ben ik nu? Ja! Ja, ik ben zo goed! Team Milo in de comments! Team Milo in de comments! Team Milo, ik zie jullie in de comments! Je bent vijfde in elke vorm van het spel. Jij bent even slecht als Koen. Miel, wat ging nou fout? Wat een kut serie. Kom op, Miel. Serie. Miel, kom op. Jij hebt en met die dikke spek. Ik ben het niet horen! Je dikke spek niet in een corset kan staan. En je hebt niet gewonnen. Nou, je hebt wel gewonnen, maar niet gewonnen. Hier is niks. Opflikkeren. Ga mee, Miel. Reanimeren. Ja, Miel. Ja, Miel.